ben Joop Ruiters. Ik ben chefkok van de Witte Hollevoet uit Scherpenzeel. En dan werk ik al 25 jaar als chefkok. Ik ben Mieke Lent en ik werk bij Miel. Dat is mijn eigen bedrijf waar ik private dinners verzorg voor mensen. Ik ben gevraagd om mee te willen werken met Anne Priempje Classic voor het vakblad Appetizer. Of ik een klassiek gerecht kan maken tot een moderne versie. En het gerecht is coq au vin. Wat in de coq au vin hoort, dat is natuurlijk de rode wijn, de tijm, de loir, de shallot en de spek. En dat zijn de hoofdbestanddelen van de coq au vin. En de kip natuurlijk, maar ja. En even nadenken en dan kom je wel tot een paar leuke dingen die je anders kunt doen om het gerecht anders uit te laten zien. Nou, succes jongen. Ja, en het beste maar voor in, hè? Ja, precies. De smaken heb ik wel echt uit elkaar gehaald. Daardoor heb ik de champignons, daar heb ik een soort magie van gemaakt. En een extract. En die wordt gebruikt voor een schuim van champignons. Daarbij komt er een aardappeltje, een mooie hoekse rode. En die wordt dan gekookt met een labier. Dan hebben we als champignon heb ik iets anders toch gedaan. Een rini paddenstoel erbij gedaan. Die geeft een wat mooiere smaak dan gewoon een champignon. En daarbij hebben we natuurlijk ook de saus, wat heel belangrijk is. Dat is een reductie van rode wijn samen met de shallot, de knoflook, de laurier, de tijm. Dat zijn de smaken van de coq au vin. Je begint altijd met jus uien aanzetten, wortel aanzetten, kruiden erbij, afbussen met rode wijn in dit geval. Laat je er een beetje in koken. Ik heb een aardappelmousseline gemaakt, aardappel opgezet, twee keer door de passeerzeef. Gewoon zeg maar als een klassieke puree afgewerkt. Daarnaast heb ik de uien heb ik geconfijt om die ook een aparte kruidige smaak te geven, maar die ook weer heel goed past bij de rest. De champignons, die heb ik gewoon gebakken. Gewoon lekker simpel. Met lekker een beetje jus eroverheen. De kip zelf, normaal gesproken wordt in de coq au vin echt helemaal gaar gestoofd. En die heb ik in sous-vide bereid met rode wijn. Dat de rode wijn goed in de kip trekt. Dat ziet er super gaaf uit. Ik heb de kip gerold in gerookt spek. Om de rooksmaak een beetje te geven en ook de speksmaak. Dat heb ik aangezet en daarna heb ik dat in de reuner gestopt. Met wederom wat kruiden. Langzaam gegaard op een lage temperatuur. Dat zorgt dat het vlees in een mooi mals geheel blijft. En als kokantje hebben we van de vel een chipje gemaakt. En dat wordt door middel van tapioca-bloem. Wordt daar een soort beslag van gemaakt. Wordt dan gebakken in de oven. Dat je er een mooi kokantje van krijgt. Bij het dresseren ga je nog wat sla toevoegen. Wat kruiden, wat om het wat fris te maken. En om het wat hoop te geven in het gerecht. En dan ben je klaar. Wat ik wel grappig vond is dat het op had gerold. Dat je een mooi rondelletje van de kippen krijgt. Dat is misschien wel leuk om dat volgende keer ook met mijn gerecht mee te nemen. Het heeft ook niet echt gevoeld als een strijd, maar het was wel gewoon heel leuk. Bijvoorbeeld dat chipsje van dat kippenvel vond ik echt ontzettend leuk. Ik vond het heel leuk hoe hij het aangepakt heeft. Je ziet hoe iemand anders denkt. Hoe hetzelfde gerecht er gewoon heel anders uitziet. Dat is gewoon echt heel leuk om te doen.